Dit is de aan-uitknop. Hiermee kan je de machine aan of uitzetten. Zet je de hele machine uit, dan duurt het ook eventjes een tijdje voordat hij weer opstart. Dus ik zal hem tijdens het draaien nooit uitzetten. Dit is de vacuümklok. Hiermee kan je het uitzuigen van de patiënt regelen. Die staat eigenlijk standaard op uit. Zet je hem op maximaal, dan wordt er met de maximale vacuüm wordt de patiënt uitgezogen. Wil je toch op een andere manier het vacuüm instellen, zet je de knop helemaal naar links. En kan je met deze knop kan je bepalen hoe hard je het vacuüm wilt laten zuigen. En hier staat hij weer uit. Dan hebben we hier nog een speciale knop. Deze staat nu naar links. Dit houdt in dat je nu manueel kunt beademen met de beademingsballon. Die hangt er altijd eentje vast aan de beademingsmachine. Is de patiënt geïntubeerd en ben je klaar met de kappenademing, dan kan je door middel van deze knop de patiënt overzetten en dan gaat de machine in werking.